18 hebben kinderen. Dus mijn oudste zoon is nu bijna 32. En mijn middelste bijna 25 en mijn jongste is gisteren 18 geworden. Die heeft ook autisme, maar met een heleboel angststoornissen en zo erbij. Mm-hmm. En die is nu zeg maar begeleid gaan wonen. Waardoor hij niet meer thuis is. Er is geen één kind meer thuis. Oh. En zelf heb ik dan half jaar geleden de diagnose ook autisme gekregen. Tegenwoordig heet het dan autisme 1, 2 of 3. Oh. Dus niet meer Asperger of pedodenos. Mm-hmm. Dus ik heb twee, ik heb een beetje begeleiding nodig, maar ook eigenlijk niet. En ja, en doordat mijn zoon dus wegviel en ik eigenlijk altijd alleen maar voor de kinderen heb gezorgd, viel ik eigenlijk in een heel groot gat. Ja. Ja, ze, ja, een rouwproces en zo van, ja, wat moet ik nou eigenlijk doen? Precies, ja. Nou, dus en dat je eigenlijk altijd je focus of obsessie, ja, zelfs is geweest, ja, dan, ja, moet je een nieuwe verzinnen. Ja, en ik heb nooit de focus op mezelf gelegd natuurlijk. Nee. Dus, nou, weg was het. Ja. En, ja, en ik volgde jou eigenlijk al heel lang, maar verder kwam daar nooit zo wat van, ik keek wel eens filmpjes. Of, en het kwam deze vraag eigenlijk in me op, dus ik denk, ik vraag hem gewoon. En toen vroeg ze of ik wilde komen. Ik denk, god, yes, we gaan het leukst doen, zeg zomaar. Heel goed. Nee, nou ja, herken je dat ook altijd jouw kinderen enorm jouw focus zijn geweest? Tot nu toe bedoel je? Ja. Ja. Ja, ja, maar ik ben vrijwel eigenlijk altijd alleen met ze geweest. De relaties is voor mij geen issue. Okay. Of geen, ja, als ik dan u even vanuit autisme bekijk, is het heel belangrijk voor ons om een focus te hebben. Om ergens op, ja, te kunnen een interesse. Gewoon dat het ook bij je gestel hoort, hè? Ja. Het hoort gewoon bij ja, je menselijke structuurtje. Ja, dus en als ik wist op een gegeven moment niet meer beter en dat is gewoon iets wat ik moest doen. Dat is, ja, natuurlijk je verantwoordelijkheid en je doet het met liefde, ja, want dat vind ik mezelf ook minder belangrijk. Ja, dus ik wil graag eigenlijk, als je zegt van, ik heb eigenlijk nooit de focus op mezelf gelegd, heb je dat feitelijk wel gedaan. Want dit had jouw interesse, dit had jouw, ja, focus, dus deed je dat ook voor jezelf. Ja, dat snap ik inmiddels. Snap ik? Want, ja, op het moment dat je focus op jezelf legt, dat wil je helemaal niet. Want dan ga je jezelf gek maken. Dat doen, mm-hmm, de meeste mensen. Hè? Ik moet verbeteren. Ik moet mooi zijn. Ik heb dit nodig. Ik heb tekort aan dat. Nee, dat heb ik niet. Dat doen de meeste mensen. Dat, ja, wil je niet. Nee, maar dat heb ik niet. Dus wat we willen eigenlijk van binnenuit gaan leven. En met iets bezig zijn wat onze liefde en interesse en passie heeft. Ja. Dat waren jouw kinderen. En mijn dieren. En je dieren. Die heb je, ja, nog wel? Ja, ik heb ook een paard. Prima. Een? Ook een paard. Nou, het dier mag blijven. Ja. Maar ik weet verstandelijk wel hoe het zit. Mm-hmm. Ik weet dat ik dat... Dit hoort, okay, erbij. Ik vind het goed hoe hij zich ontwikkelt. Hij moet gaan. Ja. Hij moet van mij af. Ja. Maar het gevoel werkt dan niet altijd mee. Oké, okay, vertel me wat voor soort gevoel dat je erbij hebt. Nou, ik was op een gegeven moment... Eerst was het gevoel van opluchting, dat die druk van mij wat af zou gaan. Ja. En daarna had ik zoiets van het toekomstige gevoel van, ja, ik ben 50, wat moet ik nog? Ja, oké. Okay. En wat ik had geen passie meer, niks op dat moment. Oké, okay. En wat voor gevoel geeft dat, wat geef ik nog? Want daar zit natuurlijk een crux, hè? Wat voor gevoel geef... Hoe bedoel je? Ja, wat moet ik nog? Ja, en dan... En niet zozeer een slachtoffer, maar ik kon niks meer verzinnen wat ik leuk vond. Precies, ja. Niet zozeer een slachtoffer, meer. Maar stiekem toch een Nee, beetje. Niet zo van, oh, ik heb het zo erg, want ik kan niks meer. Maar ik kon niks meer verzinnen, nee, wat mij mijn hart sneller liet, ja, laten lopen. Nee, maar stiekem zit er wel een slachtofferschap in. Ja. Want hoe subtiel die ook is, en daarom is het mooi dat jij hem in de groep gooit. Ja. Want die kunnen mensen gaan herkennen ook. Oké. Want al is het maar een millimeter van, jeetje, wat nu ik nog... En dan blijft eigenlijk die gedachte, blijft de grondslag voor alles waarvan je het dan dus niet kan vinden. Oké. Okay. Omdat de, wat moet ik nog, de overhand krijgt en je dan niks meer kan vinden, omdat die overtuiging ook ja, bevestigd moet worden. Ja, maar dan komt de... Dus dat haalt alles onderuit. Ja, maar ik heb natuurlijk alleen maar, dat heb ik met liefde gedaan, niet, ja, een school afgemaakt, niks. Nee. En dan is het nu zover dat je op eigen benen alles moet doen. Ja. En dan... Dus we gaan overboord gooien, wat kan ik nog, wat moet ik nog? Ja. We gaan hem vanaf nu noemen, waar heb ik zin in? Ja. Maar daar ben ik al een klein beetje weer, sinds die vraag en nu,
Heel goed. Want ik heb in ieder geval alweer een doel en wat ik ga doen. Heel goed. Want we willen natuurlijk... ik kan niet iets oplossen voor het verleden. Nee. We kunnen maar dat wil ik zelf ook niet. Nee, precies. Nee. Dus we willen weten, hoe is de huidige stand? En waar heb je dan nog een zetje in nodig? Wat heb je opgepakt? Nou, ik ben natuurlijk 5 jaar bij huis geweest voor de zorg. Mm-hmm. En ik ben daardoor in de bijstand geraakt. En ik ben nu naar de gemeente gestapt en ik heb gezegd wat ik wil. Oké. En dat is mijn gedeelte oud werk weer oppakken. Dus dat is, ik reed altijd taxi en bracht autistische kinderen naar school. Ja, ook heel leuk. Hele leuke kinderen. En ik ga jouw opleiding doen. Kijk. En daar gaan ze me mee helpen. Nou, te gek. Ja. High five, wou ik bijna zeggen. Ja, nou, zo voelt het ook. Maar ik heb mijn vraag niet meer veranderd en zo, omdat het issue wel altijd speelt. Dat ik altijd, ik kan natuurlijk er toch geobsedeerd door zijn en er helemaal voor gaan. Ja. Maar er kan ook een moment komen dat ik dan weer in mezelf kruip en eigenlijk soms de deur wel en de gordijnen een week dicht heb. Ja. En hem echt helemaal niemand wil zien. Nee, maar daarin ligt ook een stukje grensbewaking. Ja, en dat is dus, maar ja, dat hoor je al heel moeilijk. Dus op het moment dat je volgaat voor je focus, dan wordt die gestuurd mentaal. Ja. Wij moeten ook blijven voelen ja. waar we onszelf uitputten en rust nodig hebben. En die moeten we gaan leren opmerken, want hoe eerder we die opmerken en hoe eerder we rust we nemen, hoe minder rust we nodig hebben. Ja. Maar dat is wel een issue hoor, ja. want je overprikkeling is vaak alweer gebeurd. En dan moet ik alsnog denken van nou, dan moet ik vanmiddag echt even slapen. Is bij mij dan 's middags even, dat je, want dan zet je het uit. Ja. Maar goed, het zit in ieder geval al wel weer in een stijgende lijn. Precies. Kun je waarnemen wanneer je de eerste overprikkelsignalen krijgt? Het is even zoeken waar we heen gaan, hè. Maar ik ben aan het zoeken bij jou, want er komt heel veel verhaal. Ja. Hè? En het verleden. En dat is eigenlijk allemaal niet interessant. Oké. Okay. Misschien voor de kijker, want we hebben er wat dingen in geroepen. Maar wat ik veel interessanter vind is, hoe zit je er nu bij en waar loop je nu tegenaan? Ik zit er nu goed bij, maar ben wel heel moe nu, door alle indrukken. Ja. En dat heb ik heel gauw. Oké. Okay. Wat zijn de eerste signalen dat je dat merkt? Dat ik in slaap ga vallen. Oké. Okay. En dat is heel naar. Mm-hmm. Want dat had ik met mijn werk ook. Ik reed taxi, maar ik kon het niet meer. Oké. Okay. Dus moet je dat anders gaan organiseren, hè? Want jij bent het gereedschap, dus je moet het gereedschap goed onderhouden. Ja. Als je al in slaap gaat vallen, is het wat mij betreft al te ver. Ja, is veel te laat. Ja. Ja. Kan je nog verder in je herinnering terugkijken wanneer je de eerste signalen, hoe die eruit zien? Nou, in mijn leven is dat vaak irritatie. Ja. Precies. Ik heb hier nou geen irritatie, maar als ik het algemeen moet doen, dus irritatie. Ja. En kan je nog verder terugkijken wat er vooraf gaat aan irritatie? Want er gaat meestal nog iets aan vooraf. Ja, dat ik iets doe wat ik niet wil. Oké. Okay. En hoe voelt dat? Kan je dat in de beweging, kan je dat laten zien? Ja, dan trek ik me dicht. Ja. Oké. Okay. Laat me je vertellen dat op het moment dat je dichttrekt, terugtrekt, ja. Terugkijkt, ja. Is het exact de bedoeling dat je terugtrekt. Oh, oké. Okay. Want als je het namelijk van nature voelt dat je je af wil zonderen, ja. Dan is het eigenlijk je innerlijke systeem die jou leidt met EI naar afzondering toe. Want als je dan 5 minuten zou nemen, zou het voldoende kunnen zijn. Oké. Okay. Maar op het moment dat je die negeert, heb je irritatie nodig. Ja, gaat ook alles vastzitten. Gaat het vastzitten? Ja. Val je uiteindelijk in slaap als laatste redmiddel van je systeem? Ja. Om te zeggen, en nu knock-out. Maar dat kan niet meer. Nee, klopt. Foei, wil ik erbij zeggen. Oh. Ja, nee. Dat betekent, je moet veel beter zorg dragen voor je eigen systeem. Ja. En dus gaan herkennen. Hè? Dus vooraf aan in slaap vallen komt het vastzitten. Daar vooraf aan komt de irritatie. Daar vooraf voelt... voorkomt dat je eigenlijk wil afzonderen. Ja, sorry. En die moet je gaan honoreren. En daar hoef je geen sorry voor te zeggen, dat is heel belangrijk. En het is ook heel goed dat je daardoor ontroerd raakt. Het is belangrijk dat je het gaat beseffen. Nou, dat is eigenlijk heel moeilijk. Mm-hmm. Ja. Maar deze, nu weet je beter. Ik snap dat het moeilijk is, maar wat ik wil duidelijk maken is dat jouw systeem roept op dat moment dat je voor jezelf moet zorgen.
Ja, verstandelijk snap ik het wel. Ja. Ik snap ook alles wat iedereen zegt, verstandelijk. Mm-hmm. Ja. Dus alleen nu het moet stukje, je dus... gisteren bijvoorbeeld die verjaardag, oh. Mm-hmm. Maar dan moet ik eigenlijk 5 minuten weggaan, maar dat doe ik niet. Want ja, mijn ouders zijn, de verwachtingen zijn gewoon hoog. Je moet, ja. Maar ik ben... Maar weet je, op het moment dat jij in het eerste stadium even de afzondering zoekt, bijvoorbeeld op de wc, even in de tuin, dan kan je daarna weer terugkomen. Als je zo lang wacht met voor jezelf zorgen, dan moet je een half uur naar huis omdat je uitgeput bent. Ik denk ook dat het komt omdat ik dat stukje nog niet zo goed durf te laten zien. Ja. Want bij mensen waar ik het probeer, als ik zeg van nou, ik heb dan, ik snap een beetje waar dingen vandaan komen met de overprikkeling en autisme. Dus dat heb jij toch niet. Ik word altijd afgekapt. Ja. Dus ik vind het ook heel moeilijk om dat voor mezelf. Oké, weet je, je hoeft het helemaal niet uit te leggen. Nee, zelfs. Dat weet ik ook. Maar ja, mensen vragen me door, hè? Dat is hun probleem. Ja. Het gaat er alleen maar om dat op het moment dat jij voelt dat je afzondering nodig hebt, dat je afzondering neemt. Ja, maar ik ga van toch... mijn part met een lulsmoes. Ja. Ik moet even naar de wc. Ja. Of ik ga even naar de sterren kijken buiten. Ja, want ik heb natuurlijk 4 jaar lang allemaal afgekapt. Dus dan kom je alleen nog maar thuis te zitten. Nee. Maar daar ben ik nou weer uit. Ja. En wat kun je je voorstellen dat als je in het eerdere stadium de afzondering pakt, dat je minder nodig hebt? En het gaat wel iets beter, want doordat ik nu weet dat ik autisme heb, durf ik wel iets beter nee te zeggen. Ja. Het is heel raar misschien, maar het is net of het nu mag. Ja. Maar ga er niet in doorslaan, hè? Nee, 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 dat heb ik gedaan. Maar daar ben ik nu wel weer uit. Ja, want als we daarin onszelf onszelf echt gaan zien als iets met een handicap en dan die niet meer oppakken. Het is, je hebt geen handicap, je systeem zit anders in elkaar. Dus je gaat het gewoon op een andere manier doen. Die werkt voor jou, omdat je anders bent, maar niet minder. Nee, maar dat zeg ik... Dit raakt me dan even, maar ik krabbel aardig terug. Oké, heel goed. En dat ik ook denk van dit ga ik doen en dit kan ik ook en dit wil ik. Precies, ja. Ja. Maar die grens is belangrijk. Ja. Dat is cruciaal voor alle stappen die je verder onderneemt. Want weet je, als je zo ver overprikkeld gaat, dan kun je ook niks meer voelen wat je blijdschap maakt, omdat je alleen maar rust nodig hebt. Nee, dat klopt. Dan kan er ook geen nieuw zaadje ontstaan. Nee. Dus dat was wel zo fijn dat dat weer iets naar boven kwam. Ja. Want het werd, ik word een beetje als een kip zonder kop. Je bent helemaal uit alles. Ja, ik zou het heel fijn vinden als je gaat praten in tegenwoordige tijd. Ja, praat ik de hele tijd in verleden tijd? Ja. Oh, foei. Nou, niet foei, maar voor jezelf ook. Oké. Want anders blijf je zo hangen in oude ervaringen die niet werkten. Of het gaat om nu. En de wens die je nu hebt en de beslissingen die je vanaf nu wil nemen. Oké, heb ik helemaal niet in de gaten. Nee, daarom wijs ik je niet. Ja. Oké, dat is een goeie. Ja. Verleden is voorbij, toekomst is nog niet. En we gaan de keuzes maken die je op dit moment goed voelen. En waar je op dit moment verruiming voelt, voeding of zelfs blijdschap. Ja. En alles waar je afzondering van voelt en het gaat vastzitten, ga je nu op dit moment van weg. Oké. Ja. En dat is zorgdragen voor je gereedschap. Ja, klopt. Als je het zo zegt, lijkt het heel makkelijk. En misschien is het dat ook wel. Misschien is dat het ook wel. Ja. Maar dan moet je wel gaan trouw zijn aan wat jouw systeem je aangeeft dat je moet doen. Want mijn lichaam geeft heel veel aan, maar dan ga ik gewoon door. Ja, en nog voor het lichaam is het energetisch wat het aangeeft. Ja. En als je dat lichaam beter voelt, is dat een mooie insteek. Maar als je nog beter gaat waarnemen, kan je hem ook al eerder waarnemen, energetisch. Ja, maar dat kun je natuurlijk ook met je emoties al. Want eigenlijk voel je al heel veel weerstand of jeuk. Ik heb bijvoorbeeld ook altijd jeuk. Ja. Maar dat is ontstaan door de overprikkeling. Jeuk is ook emotie op afkeer. Ja. Emotie op afkeer is voor sensitieve mensen, wat alle autisten zijn, een heel belangrijke emotiegroep. Ja. Want daarin leer je waar je grenzen zijn. En dat het heel belangrijk is om die te honoreren. Ja. En dat het dan niet betekent dat je naar huis moet en naar bed hoeft. Hoe eerder je erbij bent, hoe minder je nodig hebt. Ja. En dan kan je gewoon prima functioneren. Ja. Omdat je gewoon steeds kalibreert. Ja. Ook bijvoorbeeld, dan zit je naast iemand op een feestje. Zoek een andere stoel op, die geeft dan meer lucht. Als dit iemand is die niet prettig is. Nee, precies. Ga even naar de wc. Ga even bij de kinderen kijken. Ga even kijken hoe de tuin erbij ligt. Hè? Oh, als iemand een hondje hebt. Ik doe dit wel even.
Ja, precies. Er zijn zoveel redenen, manieren om even eruit te stappen. Ja, want alles afkappen is natuurlijk wel even handig, maar het brengt je niks. Nee, het brengt je uiteindelijk niks. Nee. Maar als je zo ver overprikkeld bent, is het even nodig. Ja, was het ook. En dat, dat was ook oké. Ja, en nu wil het wel anders. Ja. Dus, ja, dat klopt. Wat voor gevoel krijg je erbij als we hierover praten? Het begin was onwennig en de tweede was wat, dan voel ik het vastzitten dat het eruit moet. Ja. Dus dan word ik al emotioneel. Of dat je dan... Maar nu voel ik wel ruimte. Ja, precies. Ja. Zie je hoe het ook belangrijk was daarin dat we niet een oud probleem gingen bespreken, maar gingen kijken wat op dit moment aan de hand is? Ja. Want anders plakt het gewoon niet. Nee, klopt. Dan ga je maar gewoon een verhaal vertellen. Ja, en dat is voor niemand interessant. Nee. Nee, dat klopt. En dit is ook met onze contacten. Dus daar mag even een knop om. Oh, het is alleen maar het nu is belangrijk. Ja. En het nu is wel zo belangrijk dat ik er ook goed naar wil luisteren. Ja, precies. Ja. Nou, ik merk ook nou dat ik je filmpjes vaker bekijk. Want het eerste moet ik binnenkomen, denk je. Oh, dat is een heel, heel anders denken. Ja. Als je het dan 2 of 3 keer, dan ga je het ook voelen. Precies. Ja, het is even een omslag maken. Ja. Maar het is allemaal, ik bespreek alleen maar logica. Ja. Ja. Nou, heerlijk toch? De enige is de logica, noem ik hem altijd. Ja. En met onze regeltjes en met onze etiketten, en die zijn niet logisch. Nee, daar was ik ook altijd wars van. Ja, maar zo zijn we wel geconditioneerd. Ja. Dus we willen een beetje uit die conditionering naar weer zoals het klopt. Ja. Ja. En dat is, op het moment dat je het week doet zoals het klopt, klopt het voor jou en draag je zorg voor je systeem. Ja, dat is me natuurlijk ook waarom ik je tegenkom. Dat geldt voor de anderen ook. Ik voel dat ik die kant op wil. Precies. Zo wil ik het gaan voelen. Ja. Ja. Niet vergeten te ademen. Nee. Dankjewel. Ja. Hangt er nog iets in de lucht? Of is die... We hebben tijd en ruimte, dus... Nee. Gewoon... dat ik eigenlijk heel... meestal wel heel goed weet wat ik wil. Ja. Maar, en dan de ruimte nemen om te pakken. Maar dat ga ik nu ook doen. Er is niemand meer belangrijker dan jou. Nee. Maar het mag nu ook, hè. En alle andere mensen die heel belangrijk voor jou zijn, die hebben pas wat aan je als jij eerst jezelf voorop hebt gesteld. Klopt. Ja. Ja. Dus dat doe je tegelijk voor al die mensen van wie je houdt. Ja, precies. Ik wil ook gewoon geen smoesjes meer verzinnen. Daar ben ik heel goed in natuurlijk, hè. Ja, ik kom vanavond niet, want ineens is mijn kind ziek of ik ben niet lekker. Ik zeg nou gewoon, ik heb te veel gedaan vandaag, ik kom niet. Ja. En dat voelt echt veel beter. Precies. Want je verloochent jezelf eigenlijk, hè? Ja. Terwijl het helemaal niet hoeft. Nee. Precies. Dus. En je hoeft pas ook op het moment dat je erheen zou moeten te bepalen of het past of niet. Nee, ja, afspraak is afspraak. Ja, maar dan moet je ook jezelf in ontslaan. Al die regels moeten we ontslaan. Nee, maar zo kom je er steeds meer tegen. Alle regels die je oplegt van zo moet het en zo moet het. Ja, en er zijn artiesten sterren in. Die hebben 1001 regels. En die moeten we ons uit ontslaan. Ja, maar ik wil ook van die controle dwang af. Precies. Want nou moest ik net van huis. Dan moet mijn zoon weggebracht worden door mijn andere zoon. Zou het wel goed gaan? Nou, dan ga je bijna al niet. Dan moet ik echt vanaf. Dan gaat het al beter. Ja. Want zoals jij zegt, het stroomt toch. Het gaat toch niet zoals je dacht dat het ging. Precies. Dus, Nee, die regels zijn echt niet de oplossing. Er zijn wel als het om afspraken gaat, dan zijn regels heel handig. Ja. En bepaalde maar als dingen moet je gewoon nakomen. En zelfexpressie gaat, dan zijn ze niet handig. Nee, echt niet. Want je komt niet echt veel verder. Nee. Dus we willen heel veel regels ontslagen worden die niet meer passen. Nee, want mij wouden ze ook wel hebben, hoor. Naar wie, wat, hoe, waar, waarom. En borden met afspraken. Dan moest ik de wc schoonmaken. Dat is echt helemaal gek van. Nee. De wc, ik maak de wc zo als ik zie dat die vies is. Nou, ik doe ook. En ik heb er ook vrede mee. Dat is toch veel logischer? Nee. Ja. Nee. Ja. Als je niet vies is, dan hoef je het ook niet alcohol eens te wegnemen. Kan ik wel iets anders doen. Ja, kan je iets anders doen. Nee, maar snap je, maar dan moet wel heel veel lagen moeten dan wegvallen, hoor, met wat je allemaal van meeneemt. Precies. Dus we mogen ons ook bewust worden hoeveel we eigenlijk op regels wandelen. En dat er ook een andere manier is om ons te bewegen, namelijk, wat is de energetische logica? Ja. En dat ons systeem, we hebben niet voor niets ook een gevoelssysteem gekregen. Nee, precies. Die gidst ons daarin.
En die negeren we alleen maar als we helemaal in regels gaan zitten. En dat is dood en doodzonde. Ja. Zeker voor zulke sensitieve mensen soms. Ja. Want daar is het des te belangrijker dat daarna geluisterd wordt. En dat moet er gewoon weer bij betrokken worden. Ja, regels zijn handig als je inderdaad met anderen te maken hebt en er moet volgens bepaalde dingen moet iets gebeuren. Op een bepaald tijdstip, ja, dan zijn regels handig. Ja. Maar niet het gaat het, als het gaat om vrijheid van bewegen. Ja, allemaal vergeet ik wel eens. Ja. Hoe is het van binnen? Ja, daar zat ik net te denken. Het zat toen straks meer hier zo, dat je denkt, oh god, ik ben aan de beurt en er komt natuurlijk geen goed woord uit. En nu zit ik eigenlijk wel, jawel, hè? Ja. Dus ik heb nu zoiets van, nou hè. Ja. Kijk, ik ben altijd iets gespannen. Dat zal nog een hele tijd nodig hebben. Ja. Maar als je maar in dit moment blijft en wakker blijft voor dit moment. Ja, dat vind ik wel moeilijk. Ik dwaal wel af, nu dan. Dan moet ik me echt erbij roepen. Ja, en het valt me op dat je afdwaalt naar verleden. Het is bijna gezond om af te dralen naar toekomst. Oh, oké. En dat heb ik helemaal niet in de gaten. Nee. Ik heb helemaal niet die reden dat ik gaan letten. Ja. En het is nog gezonder om gewoon af te dwalen naar gewoon wat is interessant in dit moment. Ja. En dan merk je dat je helemaal geen woorden tekort hebt. Nee. En je struikelt ook niet. Nee, want ik heb zo'n skillsweek gehad met de gemeente. Mm-hmm. En toen dacht ik ook, ga niet nadenken, ga het gewoon doen. Precies. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ik heb zelfs gaan praten voor een groep. Dat ik dacht, dit is leuk. Jawel, maar dan, ja. Als je, en toen heb ik geen seconde over. Toen heb ik echt bewust gedaan, en het ging ook heel goed. Van, ik bereid niks voor, ik zie wel wat er komt. Precies. En dat ging goed. Exact. En dat wou ik nu ook doen, is niet helemaal gelukt. Maar ja, dat is ook best wel. Waar we even naar het verleden overboord gooiden, lukte het wel. Ja. En dat is de crux. Ik bereid ook nooit mijn teksten voor, die komen vanuit dit moment. Ja. Ja. Want anders raak je gevangen en in de kluts met alle regeltjes en schema's en. Dat is super moeilijk. En vanuit hier is het gewoon oprecht. Ja, dan komt het gewoon zoals het komt. En dan zijn de woorden eigenlijk een expressievorm van weer de energie. Ja. Ja, mooi. Ja? Ja. Gaan we afsluiten. Dankjewel voor dit gesprek. Ja.